Hallo beste mensen, welkom bij Disney Graft, aflevering 12. We zijn hier met drie mensen, Roby, Mobstar en Bardo. Goedendag. Goedendag. En jullie zien het een appel op deze illusie. Ha! Nee, jullie zien een lekker stukje gebak met een lekkere aardbei en die gaan we als eerste oppeuzelen. Jullie zullen denken, wat is er vandaag zo speciaal? Vertel jij maar, Bardo. Ja, nou ja, het is een... Ja, nee, weet je, ik wil het liever dat jij het vertelt. Het is... Nou, dat mag helemaal net vertellen. Wat er vandaag zo speciaal is. Ja, wat is er nou speciaal dat ik nu een gebakje ga eten? Je had er zin in. Inderdaad, jongens en meisjes. En als je dat denkt, dan word je later een hele knappe man. Ja, ik heb dat bijvoorbeeld nu al 20 jaar gedacht. Ik zit te kijken en ik zie op Wikipedia, Vincent, dat 19 mei... is de 140ste dag in het schikkeljaar van de Gregoriaanse kalender. Nou, dat... van de Geer? Van de Gregoriaanse kalender. Ook dat van de Geerkalender, van Jodlo. Ja, je kan ook niet iemand toelopen en zeggen, ik heb een geslachtsziekte, dat heet Gregor. Dat geloof ik je ook wel. Het is een Gregoriaanse kalender. Oh, dat ken ik niet. Nou, moeten we vieren, toch? Ja, daarom. Ik... Vandaar dat je het ik eet nu lekker. Ja, en sowieso Bas, een gebakje, ja. Oh, heerlijk. Dat is altijd een reden voor gebak. Wat een heerlijke opening, jongens. Jullie kijken gewoon naar iemand die een gebak vereet. En jullie zien hele vage beelden van Minecraft. Van Minecraft! Sorry, dat... Je zegt het ook echt als een alfieter. Minecraft! 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 Het is ook mijn in, dat maakt het, ja. Minecraft! Ja. Minecraft! Minecraft! Ik krijg een beetje het gevoel dat ik beter mijn mond kan houden in de video. Niet uit. Ik vind dat Mobstar, wat heb je allemaal gebouwd vandaag? En we zien Banjo ook. TP Banjo. Ik ben op... Banjo loopt op de achtbaan. Oh, ja, ik zie hier wel een gat. Dit moet je dichten, want hier kan je makkelijk de baan oplopen. Zie je? Ja. Vanaf hier buiten ben ik zo de baan opgelopen. Ik zie hier geen gat hoor, dat is dicht allemaal. Nee, maar ik kan er overheen springen, zeg maar. Vanaf daar, ja? Ja, dat is mij gelukt. Ik heb geen... ik vlieg niet. Kijk nee, maar. Nee, via hier zo, dit joh. Ik zie het al, ja. Goed hè, help ik een keer. Nou, dat is netjes, ja. Dit is gewoon gaan groeien. Dat heb je ook bij de mannen. Als je het niet bijhoudt, gaat het groeien. En ook als een vrouw bezig is. Dat betekent... Waar is die? Dat betekent dat we de vragenronde hebben. En Herman, wat heb jij gemaakt in de server en kan je ons laten zien? Ja, dat kan ik wel even laten zien. Ik heb nog niet echt iets gemaakt, maar ik ben wel bezig geweest om een gedeelte van een gebouw helemaal uit te hollen. Gaat goed, Vincent. Oh my god. Oh, ja, man, jij moet zien wat jij ging uithollen. Oh god. Oh man. That was she said. Oh. Wauw, Vincent. Nou, Herman, wat heb jij uitgehold vandaag? Ik TP maar vandaag. Oh man. Oh, dit heb je flink uitgehold, zie ik. Ik heb mijn best gedaan. Ik zou er geen mouw meer aan naaien nu. Oh, je hebt hier een balkonnetje gemaakt, zie ik. Kunnen mensen kijken, want het is best een mooi beeld om het zo het kasteel te zien. En ja, een stuk van de Main Street zie ik. Ja, tenzij je distance op fire hebt staan, dan kan je waarschijnlijk nog meer zien. Ja, dat kan je nog meer zien, ja. Toch wel. God, ik heb gelijk een trek met het gebakje door dat uithollen, Herman. Oh, nee joh, god. Volgens de bodem door te... Heerlijk. Man. Nou, verder hier nog even kijken hoe we een trap naar boven maken en dan... Ja, dat zou ik wel doen, anders moet iedereen een fly mode krijgen, denk ik.
Ja, misschien even kijken. Hieronder zit volgens mij de trap van naar de andere verdieping. Oh, ik zie je dat hier water en... Oh, wie heeft dit gemaakt? Robin, jij? Dat soort aquarium. En je ziet ook, de vissen kunnen ook gewoon een boek pakken. Intellectuele vissen. Oh, dit is wel leuk, joh. Even kijken. Oh, een open haartje. Een halve trap. Oh ja, ja, leuk zo, die bankjes. Want het lijkt net een sofaatje. Dan kun je ook echt zo... Leuk, leuk, leuk. En een bloemetje, altijd leuk. Het kwam weer net niet op het midden van de tafel, is jammer, hè. Ik vond deze bankjes leuker dan de traditionele bankjes. Nee, inderdaad. Nee, ik vind hem echt origineel gedaan, joh. Zo'n rugleuning. Mm-hmm. Even die laatste hap, jongens. Is dat gebakje heel kop, anders... En er zit zelfs een blaadje van de aardbei zit ermee. Gadverdamme, dat doe ik niet. Het is gewoon meegesleurd. Ik ben het braak, Vincent. Godverdomme. Wat is er nou weer voor diva gedrag? Dat hoef ik niet. Ja, man. Kinderen in Afrika hebben niks te vreten. Jij zit hier te zeiken over het gebakje. Je moet zo'n aardbeiplaatje in. Je hebt smeren. Ja, nee, ik ben het trouwens wel een beetje eens hoor. Daar het echt niet van. Verschrikkelijk. Mensen hebben altijd wat te klagen. Er is altijd wat te klagen. Vooral in Nederland. Mag ik fly? Jij mag fly. Dan ben ik een vliegende luiaard. Ja, klopt. Jij hebt me kunnen overkijken, ja. Ja, ik kan vliegen. Er zit ook allemaal gebak nu aan mijn toetsenbord. Lekker. Aangezien ik mijn vingers niet goed genoeg grondig aflik. Lik je andere dingen wel goed af dan? Ja, mijn kont. Zit er ook wat gebak aan je? Nee, daar kom ik niet bij, Bardo. Dan moet ik me even laten weghalen. Net als Merlin Manson. Heeft hij het laten weghalen? Ja, zeker weten. Heeft hij zijn lul weg? Nee, hij heeft zijn ribben weggehaald om zichzelf te kunnen bevredigen met zijn mond. Oh, wauw. Ja, dat... Voor mij bijna op hetzelfde neer. Als het goed was Merlin Manson, als het goed zou. Die gozer, die zanger nu. Beetje gek gestoorde mannetje. Ja, die hele bleke met dat zwarte scrimpix haar. Pupillen in de ogen. Pupillen in de ogen heeft hij ook. Ja, dat nee, doe, contactlenzen. Oh, contactlenzen. Oké, okay, je beter contact maken met andere mensen. TP, wat ben je aan het doen, Barjo? Want je bent gewoon een beetje aan het kutten hier. Even kijken, waar ben je? Oh, een beetje aan het vliegen. Ja, een beetje chillen in de lucht. Even kijken, beetje jobco's klappen. Zullen we jou de nieuwe attractie laten zien? Dan kunnen we gelijk ook de mensen laten zien hoe het eruit ziet. Ja, cool. Laten we dat doen. Is goed. Misschien gaan jullie ook mee, Herman? Ja, is goed. Je kan... sneller dan jou. Je hebt speed misschien 2 staan. Of... Hier zo, Bardo, moet je zijn. Ingaan. Zal ik je TP hem op? Ja, doe maar even. Oh, ik TP nu niet jou. God. Wacht even, Bardo, doen we het samen. TP hier, mop. Jou, Chloe? We doen het altijd samen. Ingaan! Nou, dit is een loopattractie, aangezien natuurlijk niet alle medewerkers elke keer bij de knoppen kunnen bedienen van de attracties. En daarom, dit is ook wel hartstikke leuk, want daarvoor hebben we vliegen. Dit is namelijk de DP, de Disney Plaza. En in deze attractie komen wij in allerlei bekende omgevingen van films. En zou je dit kunnen raden, Bardo? Deze omgeving, waar zo... Oh, wat voor omgeving zou je hierbij denken? Is dit al de eerste omgeving, Tering? Ja, die lullen verdomme, deze weet ik echt niet dan. Dit zijn bomen met een beetje lucht. Nee, ja, ik weet het ook niet. We gaan naar de volgende. Oh, niet op het bordje kijken. Dit is denk ik al Tarzan. Ja, het was inderdaad Jungle Book. Maar het zat er niet in. Godver, Vincent! De volgende raad je zeker. Nieuw bordje klikken, nieuw bordje kijken. Ik sta ervoor. Oh, water, vissen, of de kleine zeemermin. Of Finding Nemo. Finding Nemo. Nice. Clownvisje, leuk hè? Volgende. Ja, dat kan jij heel moeilijk raden, maar het is als je het een beetje, ja. Ik zie daar een baby Donald Duck. Is het DuckTales? Ja, zoiets. Het is een beetje een Donald, een huisje van Donald, een beetje op mij gebaseerd. Op jezelf gebaseerd. En dit is wel heel leuk om te laten zien aan de kijkers, want er staan hele verschrikkelijke achterlijke teksten op. Kijk maar, bijvoorbeeld hier zo.
Gerard Joling waarschijnlijk. Gerard houdt van mensen om zich heen. Okay. Dat was Gerard Joling. Succes Gerard! Gerard houdt van mensen om zich heen, ja oké. Okay. Kan niet wel aan. Dit is toch ook echt de informatie waarvan je zoiets hebt van, oké. Okay. Je leest het en je denkt bij jezelf, ik ben geen fuckwijzer geworden, dankjewel Finn. Ja, het is wel zo, dat is het erge. Ik denk dat iedereen wel houdt van af en toe mensen om zich heen, toch? Ja, dat wel. Hier, een foto die Walt Disney heeft genomen tijdens zijn trip naar Zwitserland. Hij vindt zichzelf fotogeniek. Oké. Okay. Het zijn geweldige teksten. Ja. Deze pin zijn. Dus meneer Van Kaalsen, niemand kent hem, maar dat maakt niet uit, want hij heeft stiekem een grote baard. Wauw. Ja, daarop. Kijk, dat zijn van die droge teksten, heerlijk. Daar kan ik gewoon een hele muur mee vol. Nou, en hier ga je dus, je bent er nog niet, want je gaat nu over de brug heen. Het is best wel een hele interactieve, leuke, grote loopattractie. Het heeft, kost ook wel wat aardige tijd om te maken, maar het was ook ontzettend leuk. Roby heeft flink geholpen met mij. En Dop heeft eraan geholpen en deze groofje heeft Roby gemaakt, toch Roby? Ja. Was het moeilijk om te maken? Ja. Ja, een paar blokjes. Dat is zijn ogen. Ja, dat is zijn klooster, anders zag je zijn hoofd niet goed als het donker was. Oh. Oké, okay, nou. Ja, hij heeft ook contactlenzen. Ik had hem niet gepikt door Roby, maar ja, dat ben ik, hè? Nee, ik dacht, wat pik je dan, Barney? Je bent geen dief. Maar het ging, ja, anders. Oh, woordveld.nl. Nou, kijk wat we nog meer aan jou kunnen laten zien, want we hebben nog iets nieuws gebouwd. Namelijk, we laten het gewoon zien, de nieuwe attractie van Thijs. Thijs doet in Banjo Town de, zeg maar, de visuele... thumbnails maken, de achtergrond. Hij doet gewoon het visuele gedeelte van Banjo Town. Ontzettend leuk. Vormgeving inderdaad. Visuals. En hij heeft een nieuwe attractie gemaakt. Eigenlijk wou ik hem nog niet laten zien aan de mensen. Maar ik laat gewoon zien wat het is. TP-heer Banjo en TP-heer Mop en TP-heer Roy. Zo. En nu staan we voor dit gebouw en kunnen jullie ongeveer omschrijven. Ik zie jullie nog niet. Zijn jullie bij mij? Ja, we zijn. Ja, we zijn. Oh, hij moet nog laden, die jongens. Oh, ik zie nou Herman en Bardo. Moet ik ook nog zien ergens, maar die is nog niet. Nou, dit is de nieuwste attractie. Laten we gaan kijken. Ik denk dat de mensen al ongeveer weten wat het is, maar het is ongelooflijk leuk gethematiseerd in een soort van tropisch-achtig, strandachtig beach. Ja, wat is het? Een glijbaan, hè? Het is een waterglijbaan. Je gaat met een matje. En laten we gewoon een eentje pikken. Ik zal hem openzetten voor jullie allemaal. Wie gaat eerst? Ik ga eerst. Ik zit achter je. Als het goed is hoef je niks aan te klikken. Oh, dat is echt te snel voor woorden. Sowieso. Sowieso. Bardo, ja, oh, je bent op beneden, Bardo. Het is zelfs ingehaald. Ingehaald, ja. Kijk, en je kan gewoon stoppen zo. Alleen, ja, zeg maar het nadeel is dat de bezoekers niet op treasure plates kunnen staan. Want Bardo, jij bent een bezoeker even als testobject, dat weet je. Kan je eventjes hier komen en op dat treasure plateje staan hier? Dan gaan we het gelijk even testen, want volgens mij kon het niet. Maar zouden in de instellingen wel mogelijk moeten gaan werken? Oh, hij komt al. Het is een slot, dames en heren, dus het duurt even wat langer. Nee, maar lekker de tijd. Nee, ja, wil je in die boom klimmen natuurlijk. Nee. Nou, dat is kut. Dan zoeken wij gewoon om die bordjes gewoon weg te halen. Eventjes. Oké, Bardo gaat niet in de boom klimmen, zie ik. Hij gaat nog een keertje. Nou, dat is een zeer... Wat vind je hiervan, Bardo, van deze attractie? Heel enthousiast. Roy, jij vond het ook een heel leuke attractie. Hoorde ik? Ja, ik vind hem heel leuk. Heel leuk. En wat vind jij dan, Herman? Die hebben hem ook nog niet... Nee, ik heb hem nog niet gezien. Ik vind hem heel mooi. Leuk, hè? En ook precies in het hoekje. We hebben hem precies in het hoekje neergezet. Omdat... ik vond het super leuk om zoiets te doen. We hebben ook de omgeving heb ik gemaakt. Dus de omgevingsruimte wat Disney gaat inhouden. Godverdomme. Tegenwerken.
Nou, je ziet dat wij de... ik heb een omgeving gemaakt, bergen. En die bergen die sluiten zeg maar Disney af. Ziet op de X heel erg apart uit. Zo'n schaapjes bezoeken het park, maar die hebben gratis ingang. Wow, een hoop schapen hier. Damn. Even kijken, een sneeuwthema erachter, maar als het goed is zie je dat niet vanuit het park. Tenzij je een hoge attractie gaat maken, dan moet ik daar weer rekening mee houden. We kunnen wel even door het Sprookjesbos gaan, of hebben jullie dat allemaal gezien al? Bardo, we horen jou niet in de chat, maar ik denk dat Bardo even bezig is. Ik ben er wel, oh. Zullen wij langs het Sprookjesbos gaan? Ja, is cool. Sorry, ik kwam er inderdaad achter dat ik mijn microfoon niet aan had gezet. Ik vond het al zo raar, waarom reageert Vincent nou niet? Maakt niet uit, we gaan in de volgende aflevering. Ik wil heel snel nog wel zeggen, even complimenten aan Thijs, want die attractie vind ik echt heel goed verzonnen. Toppie. Want dat is echt een van die dingen die in elk pretpark staat, alleen die vergeet iedereen altijd. Dus een super vette attractie. Top. Ik ga de video even afsluiten en dan gaan we in de volgende aflevering genieten van deze mooie echo bij Bardo. En... Dankjewel. En nou, volgende keer gaan we weer verder en dan gaan we zeker in het Sprookjesbos. Dus blijf kijken naar de volgende Disneycraft video met Bardo, Roby en Herman. Tot ziens.